Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudie. We zijn nog steeds bezig met de gaven van de Heilige Geest. We zijn gekomen in hoofdstuk 7, de gaven van geloof. Het is een voorrecht om met elkaar deze studie over de gaven van de Heilige Geest te kunnen volgen. Ik geloof dat de Heer in deze tijd ons rijkelijk zal zegenen, want dit is de laatste gelegenheid, zo vlak voor de wederkomst van onze hemelse vorst. Overal in de wereld zijn mensen bezig om belangstelling te tonen voor de Heilige Geest en de werking van de Geest. Daarvoor moeten wij kracht vanuit de hoogte ontvangen, om de volle glorie van Jezus te kunnen demonstreren. Hij wil zijn gemeente, de Ecclesia, gereed maken voor zijn komst. We beginnen met de eerste van de drie krachtgaven, namelijk de gaven van geloof. Die drie krachtgaven zijn als volgt. 1. De gaven van geloof. 2. De werking van gaven van krachten of wonderwerken. 3. De gaven van genezing of gezondmaking. De apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe, hoofdstuk 12, het volgende. Aan de één geloof door dezelfde geest en aan de andere gaven van genezing door die ene geest. Dus aan de een een geloof door dezelfde geest, en de andere door genezing door dezelfde geest. Hier zien wij de gaven van geloof. Opnieuw wil ik erop wijzen dat het ook hier gaat om een bovennatuurlijke gave. Precies zoals de andere gaven komt deze gave van geloof in werking wanneer jij op het bevel van de Heer Jezus zijn opdrachten zal uitvoeren. Dit is erg belangrijk. Nu moet ik niet denken dat ik nu op zoek moet gaan naar een gave van geloof. Want mensen maken dikwijls fouten. Door te zeggen, iemand zal zeggen, de Heer heeft aan mij deze gave gegeven. Daar koketteren ze nogal mee. Ik denk niet dat het zo werkt. Ik geloof niet dat mensen kunnen zeggen, ik heb deze gave of ik heb deze gave niet. De Heere geeft aan jou die gave op het juiste moment als je die nodig heeft. Je kan zelf niet zomaar een gave uitkiezen en deze dan gebruiken. Het is geen snoepwinkel waar je keuzes in kunt maken. De Heere geeft alle drie die gaven als het nodig is. 1. Om voor hem te werken. 2. Om te kunnen getuigen. 3. Om het verslaafde mensdom vrij te maken. Daarom heeft de Heere gezegd, zoals de Vader mij gezond heeft, zend ik ook u. Zoals de Heere Jezus door zijn Vader gezonden is, zendt hij ook ons, Israël. En in het bijzonder de Ecclesia, zijn lichaam, de uitgeroepenen uit Israël. De Heere geeft zijn gaven niet aan mensen die stil blijven zitten. Integendeel, wij moeten de aanval inzetten op Satans gebied. En dat in de naam van onze Heer Jezus. Dan geeft onze gezalfde koning ons de juiste middelen, namelijk de gaven van de Heilige Geest. Ik zal u nu het verschil laten zien tussen het algemeen geloof en de gaven van geloof. We moeten hier een groot verschil maken tussen deze twee gaven. We hebben allemaal een algemeen geloof. Dat hebben we nodig om iets van God voor jezelf toe te eigenen. Dat moet een ieder bezitten. Geloof, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dit zegt de schrijver in de Hebreeënbrief. Op een andere plaats zegt de Bijbel, alles wat niet uit het geloof is, is zonde. Dus alles wat u doet zonder geloof, is zonde. Goed om over na te denken. De gave van geloof is iets anders. Dit is een gave van de Heilige Geest. En we moeten ons er steeds van bewust zijn dat dit samengaat met de doop in de Heilige Geest. Je kan geen gave van de Heilige Geest bezitten als je niet gedoopt bent in de Heilige Geest. Wanneer ik deze gave nodig heb, dan pas zal ik het krijgen.
Ik zal u een paar voorbeelden geven en illustraties uit de Bijbel, maar ook uit eigen ervaring, waar ik van kan getuigen. Want ik weet dat het zo werkt. Een van de belangrijkste en wonderlijke aspecten van deze gave is wel dat je weet dat als je het dringend nodig hebt, heb je het ook. Maar in alle rust kan je dan je werk doen. Je hoeft je nooit zorgen te maken. De Heer zal altijd op het juiste moment ingrijpen. Een mooi voorbeeld vinden we in het verhaal van de boodschap van de Heer Jezus met zijn discipelen in een storm op het meer. Zij waren in paniek, maar de Heer Jezus niet. Dit heeft niets te maken met optimisme of zo. Want het is een gave van de Heilige Geest. En de Heer Jezus werkte zelf met die gave. Het is een van de drie krachtgaven samen met de gave van genezing en werken van kracht. Hierbij is geloof essentieel. We kijken naar Efeze 2 vers 8. Paulus zegt, want door genade zijt gij behouden door het geloof en niet uit uzelf. Het is een gave van God. Dit is een bijzondere mooie tekst die we nooit moeten vergeten als je met mensen geloofzaken deelt. Want uit genade zijn wij gered door het geloof en niet uit onszelf. Dus we hebben geen enkele reden om te roemen op onszelf. Vers 9 zegt, niet uit werken, opdat niemand roemen. Zelfs het geloof die jij gekregen hebt om Jezus aan te nemen. Zelfs dit is het werk van Jezus zelf. Ook hierin kunnen wij niet roemen, want dit is een gave van geloof. We kijken in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1 tot 6. En dan laten we straks goed opletten op vers 6. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet, want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof heeft Abel Goden een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, daar Gods getuigenis gaf aan zijn gave. En hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag en hij werd niet meer gevonden. Want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen is van hem getuigd dat hij Goden welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welbehagelijk te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor hem die hem ernstig zoeken. Dit hoofdstuk gaat over geloof. Daarom zegt vers 6, dat lezen we dan nog een keer, want wie tot God komt, moet geloven. Staat een komma, even rustig. Dat hij bestaat, punt 1, en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Dus twee belangrijke dingen. Je moet geloven dat hij bestaat en dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Wij hebben geloof nodig om de Heer te behagen. Maar het is geen gave van geloof die in combinatie werkt met andere gaven. De gaven van geloof ontvangt men op het moment dat je dat dringend nodig hebt. Dit is de gave die dan wordt vereist. Daarom moet je dicht bij de Heere leven. Met andere woorden, in nauw contact met God. Want dit is één van de krachtgaven. Dit is het type geloof waarvan de Heere spreekt over om een berg te kunnen verzetten. Deze gave van geloof is het geloof dat Daniël demonstreerde tijdens zijn arbeidzaam leven voor God. U kent wel Daniëls optreden in de leeuwenkuil en in de brandende oven enzovoort. Deze gaven hebben wij nodig in de frontlijn en om in de vuurlijn van Satan stand te houden. Het is niet zomaar een geloof.
Het is een bijzonder geloof. Laten we dit afwisselen met een paar lieflijke voorbeelden. We kijken naar Elia op de berg Karmel. En ook waar hij bezig was om met Ahab over de droogte te praten. Dat vinden we in 1 Koningen 17 vers 14. Want zo zegt de Heere de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken, tot op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem zal geven. Hier had de profeet geen bijzondere inspanning voor nodig. Want in vers 15 staat, daarom ging hij heen en deed zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at zij evenals hij en haar huis. Dat was het verhaal dat hij bij de vrouw kwam die alleen maar een beetje meel en olie had. Daar gaf hij haar opdracht om te doen volgens het woord van de Heer. Daar had hij een gave van geloof voor nodig. Maar als wij naar het leven kijken van Elia, dan geeft hij ons een goed beeld hoe wij met die gaven van geloof moeten omgaan. Hij leefde dicht bij de Heer. Daarom kon hij krachtdadig optreden. Lees voor uzelf dat hele hoofdstuk nog eens door, hoofdstuk 17. Dan krijgt u een goed beeld van het leven van Elia. Wij kijken naar 1 Koningen 18, vers 36 en 38. Op de tijd nu dat men het avondochtend brengt, trad de profeet Elia naar voren en zei de Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob. Heden nog bekend geworden dat gij God zijt in Israël, dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk weten dat gij, Heere, God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur des hemel neer en verteerde de brandoffer, het hout, de stenen, de aarde en lekte het water in de groeven. Prijs de Heer. Het is zo belangrijk om te onderkennen hoe Gods geest hier door Elia aan het werk is. Men moet de omstandigheden van Elia's arbeid in die tijd kennen om deze situatie in je eigen geest te kunnen beleven en aanvoelen. Deze voorstelling van zaken is voor ons van groot belang. En om ook zo te kunnen optreden als deze profeet. Denk wel, hij maakte ook fouten. Op het ene moment is hij krachtig in de Heer en op een ander moment zit hij diep in de put. Dit verhaal is bij ons bekend. Maar bedenk steeds bij het lezen van de Bijbel dat er meer diepere lagen in een tekst verstopt kunnen zitten. Want Elia gebruikte de gaven van het geloof. Niet het andere geloof. Toen begon hij te twijfelen. Maar op het moment dat hij moest optreden om de almacht van God te laten zien, kreeg hij die speciale gaven van het geloof. En dat heeft hij gedemonstreerd. Bedenk ook steeds dat ook wij ook zulke dingen voor de Heere moeten doen. Ook deze tijd is boos en satanisch. En dit wordt dikwijls onderschat. Wij leven in de allerlaatste fase vlak voor de wederkomst van Israëls koning. Wij mensen zijn van onszelf zwak en onbekwaam om Gods werk en bevelen uit te voeren. Vandaar dat God ons 3 krachtgaven geeft. We kijken naar een ander belangrijk voorbeeld. In Marcus, hoofdstuk 11, vers 22 en 24. Maar in vers 21 zegt hij, Jezus antwoordde en zeide tot hem, het geloof in God. Voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, heft u op en werp u in de zee, en in uw hart niet zou twijfelen, maar geloof hetgeen hij zegt geschieden, het zal hem geschieden. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het ontvangen hebt, en het zal geschieden. Vers 21. En Petrus herinnerde zich en zei tot hem, Rabbi, zie de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. Zij waren behoorlijk verbaasd, want Jezus had hen straft en gezegd, daar zal niemand meer 1 vrucht van eten tot in de eeuwigheid. Vers 22, en Jezus antwoordde zijn, heb geloof in God. Nou moet ik u zeggen dat dat niet een correcte vertaling is. Er moet staan, jullie moeten geloof van God hebben. Dat is iets anders. Een ander belangrijk punt is, in het begin van onze studie omtrent de gaven van de Heilige Geest, hebben we stilgestaan bij de gaven van het woord van kennis.
Ik heb toen gezegd, de Heere God is alwetend. Wanneer hij jou een gave geeft van het woord van kennis, dan geeft hij dit in een fractie van een seconde, als je het dringend nodig hebt. Vandaar dat wij als wedergeboren Israëlieten altijd met de Heilige Geest moeten wandelen, om op het juiste moment goed te kunnen handelen. Zo is het ook met de gave van onderscheid van geesten. God kent alle geesten. God kent ook alle menselijke geesten. God kent ook alle demonische geesten. God weet precies wat er in de geesteswereld toegaat. Moeten we bij stilstaan. Maar voor ons geldt iets anders. Bij ons gaat het om de behoeften van het ogenblik. Als je een bepaald demon moet herkennen of een andere geest die jij moet leren kennen. En dat kan ook een menselijke geest zijn. Dikwijls gaat het om fracties van seconden. Zo is het ook met de gaven van geloof. Bedenk, God bezit alle geloof. God heeft een oceaan van geloof. Zo ging dat ook in Jezus' bediening. De Heilige Geest werkte bij hem tot op de seconde. Of een onderdeel van een seconde. Daarom waren zijn leerlingen zo verbaasd bij de vervloeking van de vijgenboom. Gods geloof is genoeg in zo'n situatie. Daarom kon de Heer Jezus onmiddellijk optreden. Jezus sprak zelf van een geloof als van een mosterdzaadje. Het kleinste zaadje wat er is. Maar dit geloof, dat mosterdzaadgeloof, kan bergen verzetten. Daarom is het een goddelijk geloof in bijzondere omstandigheden. Wij hoeven nooit krampachtig te handelen in noodsituaties. Alleen in vertrouwen omhoog kijken. Je ziet dat in Matteüs hoofdstuk 17 vers 18 tot 20. Jezus bestrafte hem en deze boos geest ging van hem uit en de knaap was genezen van dat ogenblik af. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden hem, toen zij alleen waren, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zei het hem vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen, verplaats u van hier daarheen en hij zal dit verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. In het begin van deze studie heb ik gezegd dat bij de doop in de Heilige Geest dat jij ontvangt, jij de kiem ontvangt van 9 gaven van de Heilige Geest. Dit komt pas in actie wanneer jij uitgaat op zijn bevel van de Heere jou zendt voor in een moment en in situatie waarin jij het gewone geloof niet toereikend is. Dus als je gewone geloof niet toereikend is om iets te doen, dan pas komt de gave van geloof in actie. Dan zal niets onmogelijk zijn. Elk kind van God die wedergeboren is, kent de strijd in zijn ziel met de tekst, niets zal onmogelijk zijn. We zouden het graag willen, maar in de praktijk brengen we daar niks van terecht. Dat komt omdat we die gave van geloof niet ambiëren, niet naar streven. Dat we moeten leren door de Heilige Geest, dat we die gave van geloof op dat juiste moment ontvangen. Daar moet je geloof voor hebben. Als je even twijfelt, dan werkt dat dus niet. Een mens aanvaardt het woord van God als waarheid. Maar in bepaalde gevallen heb je Gods geloof nodig. Meestal blijven mensen neutraal en dan gebeurt er niets in zo'n geval. Men staat dan niet bij stil dat zo'n handelen, dat je had handelend moeten optreden in de gave van geloof, er veel schade ontstaat in het lichaam van de Heer Jezus. Daarom denk goed na en streef naar deze bijzondere gave. Wat moet ik doen om voor de Heer te gaan werken? De Heer zal altijd jou op een bepaalde wijze laten wandelen en handelen zoals Hij dat nodig acht. Door constant te wandelen met en door de Heilige Geest is één druppel van Gods oneindige goedheid die Hij in je hart uitstort, voldoende om in extase te raken.
en jou de kunde en moed geeft om in zijn kostbare naam te kunnen optreden. Ik geef iets door van mijn eigen ondervinding. Je verkondigt des Heren woord. Je staat voor een groep mensen en je spreekt over het woord van God. Je maakt vandaag mee dat er veel mensen ziek zijn. Maar wij doen niks met de gaven van genezing. Wij doen geen wonderwerken, terwijl God vandaag en de dag nog steeds wonderwerken wil doen. Daarom moeten wij altijd bereid zijn om de gaven van de Heilige Geest toe te passen. Je kan niet Gods woord preken en zeggen dat het woord van God waar is, als je niet bereid bent om ook de uitwerking van daar te tonen. Er zijn veel zieken, blinden, doven of wat dan ook. De Heere zal jou in je bediening zalven en je zal merken dat de Heere tijdens zo'n dienst aanwezig is. De vraag is altijd die je zelf moet stellen. Spreek ik wat God bedoelt en handel ik zoals Hij heeft opgedragen? De Heer Jezus heeft immers gezegd in Matthäus 10 vers 8, genees zieken, dat is een bevel. Wek doden op, dat is ook een bevel. Reinig melaatsen, ook een bevel. Drijf boze geesten uit, is ook een bevel. Dan zegt hij, om niet heb gij te ontvangen. Dus bedel nooit om geld, zoals die Amerikaanse predikers doen. Geef het om niet. Want al wat jij als prediker nodig hebt, als dat bedienaar van het woord, zal God persoonlijk verzorgen. Je hoeft niet te bedelen. Wij hebben te maken met een wereld vol ongeloof. Wat doen wij daarmee? Gaan wij ondanks deze wetenschap toch Gods opdracht uitvoeren? Gaan we het doen? Want de kerken hebben het volledig laten afweten. Waar wordt in deze tijd nog mensen genezen door Jezus' opdracht? Elke bediener van Gods woord heeft voor belangrijke keuze gestaan om handelend op te treden in noodsituaties. Dat kan zijn in een samenkomst of op persoonlijk vlak. Of op een vraag van iemand die in nood is. Als je dan gehoorzaam bent, zal God altijd helpen met de gaven van geloof. Ik kan daar zelf van getuigen. Het is Gods doel dat wij deze gaven krijgen om ermee te kunnen werken. Ik bid altijd om deze gaven in uw bediening. Ik heb een persoonlijke vriend die ernstig ziek is. Hij werd geconfronteerd met een grote hersentumor, meer dan een jaar geleden. Toen had ik de gave van geloof nodig om tegen hem te vertellen, we gaan bidden en God zal je genezen. Dat kon ik niet met mijn gewone geloof. Dat heb ik ervaren, dat je de gave van geloof hebt. Een jaar later blijkt dat die tumor weg is. Nee, zegt de duivel, dan geef ik je ook wat anders. Toen kreeg hij een vorige kanker terug van Hodgkin op zijn heup. Dat was zo erg uitgezaaid dat de dokter, de professor zei, meneer, we kunnen voor u niks meer doen. Maar ik zei, Jimmy, we geven het niet op. God is nog steeds niet veranderd. En opnieuw zijn we gaan bidden. En het wonderlijke was, toen we weer bij de dokter kwamen, toen zei hij, meneer, wij hebben nog één mogelijkheid om die kanker rustig te krijgen. En dat is een geneesmiddel die nog niet op de markt is. Dus dat is experimenteel. Middel. Nou, mijn vriend heeft dat aanvaard en dat blijkt te werken. Hij is al in de verre voor het stadium van genezing. Dus iemand die twee keer door kanker geveld wordt en opgegeven is, totaal opgegeven is, is bezig om te genezen. Hiervoor had ik de gaven van geloof nodig. Prijs God daarvoor. En ik ben dankbaar dat ik door deze studie zelf weer opnieuw ben aangegord met liefde en kracht en een verlangen om dit meer te doen. Nou, we moeten dan op zo'n moment onverschrokken optreden. Dan geschieden er wonderen die je later als getuigenis kan gebruiken. Zonder dan op andere wonderen van andere predikers te wijzen. Het moet namelijk in je eigen
bediening plaatsvinden. Ik moet u ook waarschuwen, dit gaat niet om natuurlijke wonderen, maar om bovennatuurlijke wonderen. We kijken naar een paar schriftgedeelten. Romeinen 12, vers 3. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik, en ieder onder u koester geen gedachten hoger dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid naar de maten van het geloof, dat God elk een in het bijzonder heeft toegedeeld. De Heer geeft het geloof aan elk mens, want je kan niet gered worden zonder geloof. Zo is het geloof voor veel dingen, maar het is niet de gave van geloof. Wij kijken naar Jacobus, Jacobus 2 vers 26, want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Dus, hij zegt, geloof zonder werk is dood. Wij moeten de Heer op zijn woord geloven en in praktijk brengen. Daar zijn die gaven van de Heilige Geest ook voor bedoeld. 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. Wij behoren God te alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw alle liefde jegens elkaar sterk wordt. Dus wij behoren God ten alle tijden te danken. Zo zegt Paulus in Romeinen 10 vers 7, zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Dus geloof komt door het horen. Door het woord van God. Met andere woorden, God geeft ons op de juiste tijd de gave van geloof. De uitwerking van zo'n gave is dat het onmiddellijk zichtbaar wordt. Er zijn wonderlijke voorbeelden te geven in de Bijbel, zoals Maria zijn moeder, zoals zij dat deed tijdens de bruiloft in Canaan. Het gebeurde zoals zij had gevraagd, ondanks de tegenspraak van haar zoon. We kijken nog een keer naar Hebreeën 11, vers 8 tot 20. Prachtig hoofdstuk wat gaat over geloof. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen en hij vertrok zonder te weten waar hij zou komen. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden. En dat ondanks haar hoge leeftijd. Daar ze hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Daarom zijn er ook uit hem en een man en wel een gestorvene voortgekomen als de sterren des hemels. In menigte gelijk het zand aan de oever van de zee dat ontelbaar is. Zoveel is het nageslacht van Abraham en Sara geworden. In dat geloof zijn allen gestorven zonder de belofte te verkregen te hebben. Want slechts uit de verte hebben zij dit gezien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangden zij naar een beter. Dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd Isaac ten offer te brengen, en hij die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij, tot wie gezegd was door Isaac, zal me van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst. Vers 13 leert ons, door geloof zijn alle gestorven, zonder belofte te hebben verkregen. Ze hebben uit de verte gezien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemden en bijloners waren op aarde. Als we bidden, moeten we soms heel lang wachten. En soms krijgen we het niet in ons leven. Maar, zoals het in vers 13 zegt, door dat geloof zijn alle gestorven
zonder de belofte te hebben verkregen. Als wij bijvoorbeeld bidden voor onze ongelovige kinderen en familie of andere omstandigheden, als je daarvoor blijft bidden in geloof, dan zal er op een ogenblik jouw gebeden worden verhoord. Misschien pas na je natuurlijke dood. Want de Heere heeft aan jou de gave van geloof gegeven. En dit blijft altijd een wonderwerk. Zo ook de gaven van wonderwerken. Neem Abraham als voorbeeld. Aan hem werd beloofd dat hij de vader van vele naties zou worden. En zijn naam heeft dit ook in zich. En er waren mensen die hiermee hebben gespot. Neem de inname van Jericho. Hoe vielen de muren door de gaven van geloof. Hun gejuich was het moment van een bovennatuurlijk geloof. En God gaf de stad in handen van de Israëlieten. Petrus in Handelingen 12. Zijn gevangenneming en opsluiting. En dan volgt een wonderlijke verlossing door engelen. Lees dit verhaal eens door. Om vertrouwd te raken met de wonderwerken van de gaven van geloof. Zoals ook bij Paulus toen hij een doorn in het vlees had. Hij moest kracht leren putten in zwakheid. Zijn leven was vol wonderen. Dit is voor ons een geweldig voorbeeld om na te volgen. Onderzoek Paulus' leven en doe er uw voordeel mee. Ik hoef natuurlijk niet op het leven van onze gezalfde koning te wijzen. Vanaf zijn geboorte was alles wonderlijk. Hij kwam als gewoon mens, als tweede Adam. En hij deed precies wat zijn vader van hem verlangde. Hij werd nooit, nee, door zijn vader teleurgesteld. Zijn optreden was 3 jaar van geweldige opleving en wonderen. Hij heeft gezorgd dat zijn lichaam door de Heilige Geest zou worden bemoedigd om de volgende eeuwen door te kunnen komen. De Heere God werkt altijd mee. Want in 2 Kronieken 16 vers 9 staat, want des Heere ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan, hen wier hart volkomen naar hem uitgaan. Let op, de gaven van geloof maken het niet onmogelijk om opnieuw te twijfelen. Voel je geen supermens. Nee, want deze gave is voor speciale ogenblikken. En het is bestemd aan deze kant van de hemel. Niet daarboven, voor ons. Het algemeen geloof is hier en daarna. Er kan na het ondervinding van een groot wonder toch gebeuren dat er twijfel optreedt. Want deze gave is voor een klein ogenblik om onmiddellijk te kunnen ingrijpen. We moeten leren een onderscheid te maken tussen je dagelijks geloof, een algemeen geloof, en het geloof wat je nodig hebt in een bijzondere situatie. De Heere maakt mensen niet alleen door de gaven van genezing gezond, maar ook door de gaven van geloof. Zoals ik het heb verteld. Ik heb naderhand pas hem de hand opgelegd en gezalfd. Maar eerst moest de gaven van geloof in werking treden om het andere te kunnen doen. De Heer gaat altijd voor zijn eigen eer. En de Heere beantwoordt altijd zijn belofte. Ook hier zijn legio verhalen over te vertellen. Mijn laatste gedachte voor dit onderwerp. De gave van de Heilige Geest werkt ook in combinatie met de andere gaven. Er zijn er immers 9. Het is net een regenboog. Het vloeit prachtig in elkaar over. Zo is het ook met de gave van de Heilige Geest. Je kan dat niet in kleine plakjes snijden of in kleine gedeeltes en dan met elkaar mixen. Er zal altijd een goede samenwerking nodig zijn. Het is immers altijd de Heilige Geest die het aan ons toebedeelt. Tot slot van deze prachtige studie het volgende. 1 Korinthe 14 vers 1 zegt, jaag de liefde na, dat is de natuur van God, en streef naar de gaven des geestes. Je moet streven, je moet je ervoor inzetten. Doch vooral naar het profeteren. U weet het. Elke gave is bedoeld om te bemoedigen,
om krachtig te maken, maar ook om te corrigeren. Laten wij de rest van ons leven hiernaar jagen. Tot eer van God en tot heil van zijn uitverkoren volk Israël. Mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob zegenen bij deze prachtige studie. Zodat u in volle glorie kan optreden. Zodat u kunt tonen dat er in Israël nog steeds een God is. Juist in deze boze wereld. Amen.